Vandaag is Hoogland TV te gast bij Timo en Ellie Blom voor het programma Help, mijn man is Hooglander. Kijk. Ze kunnen goed afwassen, die Hooglanders. Nog ouderwets met het sobakkie, ja. Timo. Geen ruimte, we hebben een keuken erbij. Ja. Nee. Dan verzuipen jullie in het witgoed en heb je niet eens een vaatwasser. We zijn met z'n tweetjes. Ja, we hebben een heerlijke tuin hier hoor. Ja. Ik op het zuiden, dus in februari al vaak buiten. We zijn van Hoogland TV, zoals je weet, en we zijn benieuwd naar jullie leven thuis en nog veel meer. Maar vandaag passen jullie op de kleinkinderen, heb ik begrepen. Ja. En hoe vaak doen jullie dat? Dat doen we om de donderdag. Om de donderdag? Ja, eentje die gaat naar school, die is 4 en die halen we dan 's middags op. En de jongste die komt om 7:15 en die kan nou heerlijk slapen en dan gaan we met elkaar eten, want dan komen Monique en Erik komen uit het werk. Dus dan eten we met elkaar en daarna is het afgelopen. Ben jij geboren Hooglandse? Ik ben in Amersfoort geboren, maar met 1,5 jaar naar Hoogland gekomen. Dus eigenlijk ben ik Hooglandse. Maar goed, voor het dorp natuurlijk, ingezetenen, ben je niet echt een Hooglander. Want je moet hier geboren zijn. Eigenlijk moet je hier geboren zijn, ja. En waar woonden jullie? Op de Plataanweg in Hoogland, dus bij de vijver, bij de Berkenvijver. Wat doe je zelf voor werk? Ik werk 2 dagen in de zaak, op dinsdag en woensdag. Blom en Elektro? Blom Elektro. En daarnaast heb ik deel van de administratie. Ik doe het secretariaat van de ondernemersvereniging. En daarna heb ik de kleinkinderen en het huishouden. En alles wat daar dan nog voorbij komt, creatieve dingen of zo. Is ook leuk om te doen. En wat maakt Timo als echte Hooglander zo bijzonder? Voor jou? Voor mij? Ja, voor mij heeft het Hoogland zijn daar natuurlijk niet zoveel mee te maken. Specifieke Hooglandse kenmerken? Ja, weet je, omdat je natuurlijk zelf ook op Hoogland opgegroeid bent. Weet je het verschil? Kan ik niet echt zeggen van nou, het is een heel groot verschil tussen een Amersfoorter of de Soester of weet ik veel wat. Nee. En hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Wij hebben elkaar leren kennen doordat mijn zus en ik kregen een flat. En wij moesten natuurlijk spullen hebben. En mijn moeder ging toen naar Timo en die zei van de meisjes gaan op zichzelf wonen. Wil je bij ons aankomen? Nou, en zo is het gekomen. Wat voor cijfer geef jij je leven? Mijn leven? Jouw leven. Op dit moment? Op dit moment? Nou, tussen de 8 en de 9. Ja. Kijk. Ja. En wat voor cijfer denk jij dat Timo zijn leven gaat geven? Want dat gaan we straks even navragen natuurlijk. Ik denk het ook. Ik denk misschien dat hij wel gewoon 9 zegt. Ja, okay. Ik denk het wel. En de hobby's van Timo, daar zijn we ook benieuwd naar natuurlijk. Nou ja, hij doet natuurlijk de ondernemersvereniging, de penningmeester. Dat vindt hij ook, dat is wel een hobby. Het WBT. En nu met een nieuwe wijkbeheerteam en nu met nieuwe structuren opstellen, omdat de gemeente met de buurtbudgetten en met de wijkbeheerteams daar weer andere vorm aan wil geven, dat er een stichting moet komen. En met statuten, daar is hij nu heel druk mee bezig. En dat vindt hij ook erg leuk, om de boel op poten te zetten. Hij is voorzitter, geloof ik. Hij is voorzitter van WBT Hoogland, maar nu, omdat die bij het beheerteams allemaal een stichting moeten worden, is hij daar nu heel mee bezig. En de andere wijken zijn dan toch nog niet zo ver en weten niet precies hoe ze het moeten doen. Dus hij is nu ook bezig om met voor de andere wijken daar handvaten aan te geven. En dat vindt hij ook erg leuk. Okay, wat karaktertrekjes van Timo? Wij zijn benieuwd of hij een harde werker is. Ja,
Ja. En geduldig? In zijn werk en in het begeleiden met mensen is hij heel erg geduldig. En daarnaast heeft hij ook een hele explosieve kant. Oh, ja. Ja, hij kan zo in één keer dat hij kan ontploffen. Dat komt niet zo vaak voor. Sorry. Vroeger was dat meer, maar goed, naarmate men ouder wordt, verdwijnen dat soort dingen. Maar vroeger was hij heel explosief, ja. Romantisch? Wel niet, nou, niet dat echt. Dat was ook een hele vraag. Niet echt romantisch, nee. Nee. Nee, hij zal bijvoorbeeld niet spontaan met een bloemetje thuiskomen, bijvoorbeeld. Nee. En hoe is het met zijn humor? Dat heeft hij wel. Dat heeft hij wel, hè? Ja, hij heeft wel humor, ja. Het is soms, hij is vijf zwart-wit, hè. Om het wel of niet, of weet ik wel. En met humor kan dat ook zo zijn, dat hij het dan gewoon even niet op... Maar gedurig komt hij ook met opmerkingen en denkt van, oh, ja. Je kan nog steeds om lachen. Ja. We zijn benieuwd of Thibo nog Hooglands dialect spreekt. Ja. Ja? Dan gaan we dat straks even testen. Ja, goeiedag met Ronald. Alles goed? Hallo Ronald de Boer, alles prima hier. Hoe is de eerste uitzending van Mijn Hooglander ontvangen? Ja, goed hoor. Heel veel leuke reacties ontvangen. Nee, Frank, hoor je dat? Ons idee is goed ontvangen. Ah, dan moet ik wel een rondje meer vragen. Hé, hey Marian, zeg maar tegen Frans dat hij een extra rondje bijlegt. De kachel moet wel blijven roken natuurlijk. Dat zal ik zeker even doorgeven. Maar hebben jullie al nagedacht over 5 nieuwe Hooglandse woorden? Hooglandse woorden? Ja, natuurlijk. Oké, dan komt de eerste. Duizend. Oké, okay, duizend. Dat is toch een rondje? Ja, dat zijn duizend uur's. Zeg maar tegen Frans dat... Ja, hier maar op. Oké, komt de tweede. Deresklits. Deresklits. En dan de derde. Altijd. Het derde woord is altijd. En dan de vierde. Harsens. Die moet je wel hebben natuurlijk. Harsens? En de vijfde. Veel te veel. Dat zullen we tegen Frans iets zeggen. Het was veel te veel. Veel te veel. Heb je verder nog vragen toevallig? Ja, ik heb een wasmachine en dan gooi ik altijd mijn voetbalshirt en zo in. Een voetbalshirt? Die van jou toch helemaal niet gewassen te worden? Je zit alleen maar veel te veel op de bank. Die spullen kunnen zo weer de sporttas in. Maar wat vind jij er dan van? Ik heb thuis het goede tijd. Ga je zo met je voetbalshirt naar zo'n derenklits toe? Ja, dat is er wel even zweten. Nee, dat kom ik niet. Maar laat Frank me lullen, je weet er niks van natuurlijk. Ja, hebben we eens gehoord over witwassen. Heeft Blom ook wasmachines die wit kunnen wassen? Want ik ben nog wel eens een rondje zwart natuurlijk. En die kan ik alleen maar uitgeven als ze weer wit zijn gewassen. Nou Ronald, misschien kan je vanmiddag even terugbellen, dan spreken we Thibo zelf even. Ja, oké. Dan bel ik vanmiddag wel even terug. De basso. Tot ziens. Is Hooglander. Maar het zijn voornamelijk de boeren dan? De boerenklanten, ja. Ik ben een keertje in Delft geweest. Ja, met Karel van Dijk. Of in ieder geval een man met een houten poot van de Schotse Laan. Dan moest ik rijden en die moest een nieuwe poot hebben. En toen zat ik aan te kletsen met hem. Ja. En na een hele poos, zo'n anderhalf uur, zaten we daar in die wachtkamer. Ik moest lang wachten tussen twee keren onderzoek door, ja. Zegt zo'n vrouw tegen me, waar hebben jullie het over? Ik kan jullie niet verstaan. Ik zeg, nou, kan je het echt niet verstaan? Dan? Nee. We praten dus echt Hooglands met elkaar, hè? Want hij was echt Hooglandse boer. Dan lukt dat goed, ja? Ze konden het niet begrijpen. Mooi, hè? Dan heb ik een vraag aan jou, want we hebben wat dingen aan Ellie gevraagd. En we zijn benieuwd of jij dezelfde antwoorden geeft. Hè? Vraag maar. En dan begin ik in het dialect natuurlijk. Want we vroegen aan Ellie, hoe ziet jouw dag eruit? Hoe mijn dag eruit ziet? Ja, is morgens opstaan. En dan? Om 8 uur. Ja. Eten, pap eten. 9 uur naar de zaak. En dan wachten we tot 12:30 ongeveer. Kom ik dan thuis om te eten. Dan ga ik een poosje pitten naar het eten. Dan ben ik om 13:45 ga ik weer naar de zaak werken. En dan om 6 uur, 6:30 ben ik thuis. Aan Ellie heb ik ook gevraagd of jullie veel samen doen.
Gewoon door de week. Door de week. Nou, we werken in ieder geval 2 dagen samen. Oké. Okay. Ja. En als we vrij zijn, zijn we altijd samen. We eten samen, zou ik maar zeggen. We gaan samen op pad. We gaan winkelen samen. Als donderdag is vrij, doen we ook echt alles samen de hele dag. We zijn heel kloosjes. Oké. Okay. Oppas op de kleinkinderen. Ook. Donderdag. Ja, wij zijn als we vrij zijn samen. Lekker samen op vakantie, samen dingen doen. Maar, nou, klinkt hartstikke goed. Ja. Wat voor cijfer geef jij leven? Als je nu zou mogen kiezen. Een 10. Een 10? Ja. Kijk, dat klinkt goed. Wat heeft zij geantwoord op de vraag hoe jullie elkaar hebben leren kennen, denk je? Hoe elkaar hebben leren kennen? Weet je het nog? Want hoe lang is het geleden? In bewust of ja, hoe wou je het hebben? Sinds jullie een relatie hebben natuurlijk, hè? Hoe lang kennen jullie elkaar? Ik ken haar sinds ik spullen verkocht het aan haar in 1982. Goed geantwoord. Bewust. Ja. Ja. Oké. Okay. Daarvoor wist ik dat ze er... Nee, daarvoor wist ik niet eens dat ze bestond. Nee, en inmiddels zijn jullie getrouwd? Ja. Hoeveel jaar? 15 jaar. Nee, 13 jaar. Dat is 15 jaar samen. Dat was niet tussen. Ja. En tot slot gaf Ellie antwoord op bepaalde karaktertrekken van jou. Dus ik ga je even testen. Wat denk je dat ze geantwoord heeft op... Hij is een harde werker. Dat ben ik zeker. Geduldig. In mijn werk ben ik heel geduldig. Ja, op zich ben ik wel geduldig en toch kan ik wel eens kort zijn. Ja, wanneer? Niet met je werk, maar... Nou ja, dat weet ik niet. Als het zo ineens voor mijn kop komt, dan kan ik zomaar kort zijn. Als iemand me op een onmogelijk moment iets dwars legt, dan kan ik ook in één keer kort zijn. En terug zo weer over. Dus ik ben nooit lang boos. Nee, hè? Nooit. En romantisch? Ik ben niet romantisch. Nee? Nee, ik vergeet mijn borstbloemen vergeet ik heus wel, hoor. Ja. En we hebben ook aan haar gevraagd of jij humor hebt. Wat denk je? Wat heeft ze gezegd? Op een bepaalde manier, maar ik ben niet echt... Ik ben te vlak om humoristisch te zijn, zoals zij dat vindt. Maar jullie lachen veel samen. Jullie lachen veel samen. Ja, maar hoeven niet altijd van humor te zijn. Dat kan toch ook zijn omdat het gewoon prettig is, leuk is, gezellig. Ja, dat kan ook. Ja? Maar ik ben geen moppetapper of zoiets, hoor. Nee, nee. Helemaal niet zelfs. Tot slot. Nou. Tot slot. Moet je mee eens maken? Ja. Ik krijg je maar kriebel. Tot slot. Vroeg wel even wat jou als echte Hooglander zo bijzonder maakt. Wat denk je dat ze daarop geantwoord heeft? Wat maakt jou zo bijzonder? Ik ben het bekendste bonte hond. Ja, omdat ik dus bij iedereen aan huis kom om wat te repareren. En uit die functie kent iedereen me. Via Blom Electro. Ja. Vanuit WBT. Maar ik denk eerder via Blom Electro. De bekendheid van alle andere dingen die om me heen zijn, komt doordat ik in de zaak die bekendheid opgebouwd heb. Hmm. Ja, niet via het WBT. Het WBT is meer bekend bij de mensen omdat ze... Hé, ook Timo is daar. Ze kennen me dan. En daarom is die bekendheid er, maar andersom niet. Geen specifieke Hooglandse kenmerken. Zou je die van jezelf kunnen noemen? Wat is nou specifiek Hooglands? Dat ik loyaal ben aan de groep, aan de mensen om me heen. De meeste Hooglanders kun je vertrouwen. Dat is ook specifiek iets Hooglands, ja. En jij komt ook vertrouwbaar over het? Heel gemoedelijk. Hooglanders zijn echt gemoedelijk. Ietsje afwachtend zijn ze wel. Dat is een karaktertrek van Hooglander, hè. Je moet er wel een klein beetje moeite in om erbij te kunnen, maar kom je erbij, dan hoort je er ook bij. Hmm. Ja. Met Marjan van Hoogland TV. Ja, met Ronald. Daar ben ik weer. Is Timo daar? Timo is er zelf. Ik geef hem snel. Spreek ik met Timo Blom Hallo? Van Blom Electro? Ja, dat klopt. Met wie ik hier? Ja, hey, Timo. Hey, zeg, luister eens, ik heb een vraagje. Verkoop je ook wasmachines die wit kunnen wassen? Ja, heel veel. Winkelvol. Ja? Ja, ik ben wel eens een rondje zwart, maar die kan ik pas uitgeven als die wit gewassen is natuurlijk. Ja, dat is logisch.
Ja, maar hoeveel kan je in één keer wassen dan? 8 kilo. Dan kan er een tonnetje in. En hoe moet je dat dan ook nog in de droog doen of zo? Ja, ik denk dat niet helemaal snap jij. Dus je kan helemaal geen rondjes wit wassen. Dat heb ik toch al gezegd, je moet je huis gebruiken. Ja, maar jij bent veel te veel van Ajax, dat kennen ze niet. Ja, Timo, succes met Hollandse woorden. Je mag zo. Ja, best. Moet toch eens een keer een droge kopen, denk ik. Wat jij dan met een droogje? Dus de Hollandse woorden, Timo, hè? Dat ja. Vroeg Ronald de Boer naar. Ik zal het even luisteren. En we hebben het. Je zou ook wel gevraagd of je Hollandse dialect spreekt. Ja, ik wel. En volgens haar gaat het goed, dus we gaan het even testen. Dus we zijn benieuwd naar. Duizend. Duizend. Dierenslid. Dat is meisjesbijeenkomst, achterop deel, waar mannen niet bij mogen zijn. En altijd. Altijd. En harsens. Dat kan ik prima nemen. Moet ik aan mijn hersens. En veel te veel. Veel te veel. Oké. Okay. 5 goed. Nee, die tweede niet. Die derde is glits. Toch? Wel. Ja. Ja. Dan heb jij het niet goed in de vertaling, hoor. Dat was toch dat de dames er juist de heren. Ja, op de heren erop af, hè? Nee. Derde is glits was achter op delen. Dan mogen de mannen niet komen. Dat de heren daarop afkwamen. Ja, maar ze mochten er niet komen. Oh, ze mochten er niet komen. De heren. Dat klopt. Ze wisten waar de derensklits was, ja? Want dat werd wel verklapt. Maar ze mochten er niet komen. Nou willen we het weten. Dat wil ik niet zeggen. Nou gaat het weer. Nou willen we het weten. Nou gaat hij het woord op. Oh, mijn zin. Ja, dat ken je wel, hè? Dat zei je, Elian. Nee, heb je goed geantwoord? Die vraag ik alvast verbrand. Kijk. Bijeenkomst van nog ongetrouwde meiden voor vaste avond waar de jongens op afkwamen. Ja, maar ze mochten niet wezen. Oh, maar ze kwamen wel. Ze kwamen wel. Niet. Dat mocht niet. Maar tante Winnie ging er vroeger ook naar Derens klitsen. Tante Nol, dat hoorde ik wel. En die kwamen de jongens stiekem. Oh ja? Ah. Ja. Gewoon, stoor had het moeten weten vroeger. Ja. Timo, ik wil je bedanken voor dit openhartige gesprek. Dankjewel. En tot de volgende. In Hoogland. Dat zou wel lukken dan. Dit was weer een aflevering van Help, mijn mam is Hooglander. Wilt u misschien meedoen aan dit programma? Stuur dan even een mailtje aan hooglandtv@dehooglandercourant.nl. Tot de volgende keer! Help, mijn man is Hooglander.